ding, ding. Weet u wel voorzichtig dat hij niet gaat slaan? De aannemer heeft Anja tot 2 maal toe aangeboden tot bemiddeling van deze schade. Nou breekt mijn klomp, zeg. Dat heeft hij mij tot 2 maal toe gemeld. Zijn we daar alleen maar aan het vechten dan? Dat wordt een gemeenspelletje. Hij krijgt een staartje. Ik voel me al een stuk beter. Het is gewoon een marteling. Weg die boom. Helemaal weg. Dat ben ik gewend. Zo ben ik opgevoed. Tot hier en niet verder. Anja vreest voor het leven van haar geliefde paard Willem. Bij een ongeluk in de wei van boer Jan zakt Willem met zijn achterbeen door een wildrooster. Boer Jan weet met heel veel moeite het zwaargewonde paard te bevrijden. De dierenambulance voert Willem af naar de dierenarts en daar wordt hij in 5 weken tijd opgelapt. Kosten €3.000. Tja, en wie moet dat nou betalen? Ik werd door de boer gebeld 's middags dat er een ongeluk was gebeurd met hem. Dat hij had klem gezeten in een rijbrug van de loonwerker die bezig was op het land. Toen ik kwam, ik schrok verschrikkelijk. Ik ging echt bijna door mijn knieën hoe het eruit zag. Verschrikkelijk. Er moest gesloten worden, hoe heet het? En dat gebeurt in juli en in november. Hier heeft de brug over de sloot gelegen. Een ding wildroosjes allemaal van de spijlen. Daar is Willem in terecht gekomen. Tijdens dat hij vastgezeten heeft, heb hij natuurlijk liggen rukken om dat been eruit te krijgen. Hoe heet het? En ja, dan volgen beschadigingen, dat kan niet uitblijven. Hier zat nagenoeg geen vel meer op. Dus ja, dan moet je maar afwachten of de doorbloeding weer op gang komt, want het was aardig gemangeld. Het was aardig beurs enzovoort enzovoort. Dus ik heb nog 1,5 dag echt daarna nog echt in de knijpert gezeten, want ja... Als het niet gaat doorbloeden, dan sterft het af. Nou, dan is het alsnog einde verhaal. Ik stel hem nog steeds aansprakelijk. Ik vind nog steeds dat hij ervoor verantwoordelijk is wat er is gebeurd. Hij heeft niet gezorgd dat de situatie veilig bleef. Feitelijk voel ik me er geen partij bij. Dat klinkt heel raar, maar zo zie ik het wel. Om de simpele reden dat er een derde partij, een aannemingsbedrijf uit Maasland, de feitelijke veroorzaker van het euvel is. De situatie is voor mij niet te voorkomen geweest, laat ik het zo zeggen. Omdat ik niet vooraf door dat aannemingsbedrijf gewaarschuwd ben, heb ik daar niets aan kunnen doen. Wat ik hem kwalijk neem is dat hij gewoon vindt dat ik niet moet zeuren dat uiteindelijk ik eind november erachter kwam dat hij helemaal niks aan zijn verzekering had gemeld. Een verzekering, ja, natuurlijk. Een verzekering hoort erbij, maar papieren niet opgestuurd, die heb ik weliswaar later opgestuurd. Dat geef ik ook eerlijk toe, maar geen kwestie van niet opgestuurd, later opgestuurd. Dat hij niet reageerde op brieven van mij, dat ik hem op een gegeven moment een aangetekende brief stuurde. Even wachten, Willem. En dat hij die gewoon niet ophaalde, dat ik die terugkreeg van de post. En uiteindelijk blijkt gewoon, het is een dier van derde, wat ik feitelijk niet verzekeren kan. Het was mijn schuld. En ja, wat is nou mijn schuld? De enige rol die ik in deze affaire heb gehad, is dat ik de €3.000 moest betalen. Maar vergis u vooral niet dat desbetreffende eiser zich wel, laat ik het netjes uitdrukken, buitenproportioneel heeft uitgelaten naar mij toe. Als hij mij dan dit flikt en door gewoon scheid aan me te hebben en te zeggen van je moet wegwezen met dat paard hier als je gaat zeuren, ja, dan word ik kwaad. Dan word ik heel kwaad. Wat dat met mij doet, dat ik zover denk van wat heb ik hier voor een mens voor mij? Is dat wel een mens? Is dat wel een mens? Daar begon ik heel sterk aan te twijfelen. Op dat moment. Serieus, ja. En toen dacht ik van ja, ik betaal gewoon de stalhuur niet meer. Dat was mijn enige manier om een beetje actie in hem
wat reactie van hem te proberen te krijgen. Ja, hoe heet het, dat mensen waarvan je denkt dat ze toch enigszins een opvoeding en een menselijke moraal bij zich hebben, die op dat moment echt totaal tot een minimum wordt teruggebracht. Ik wist het niet meer. Ik weet dat het niet mag en dat het niet hoort en zo, maar dat was mijn enige uitweg om te zien dat hij in beweging kwam, dat hij het ging melden bij zijn verzekering. Ik moet blij zijn dat ik hem nog heb. Dat is gewoon waar. Als het even verkeerd was gegaan, dan was hij er niet meer. En dat is niet leuk natuurlijk. Dat je dat risico dan hebt gelopen. Ik weet dat ik hier op eigen risico sta. Weet je, maar als ze dan zomaar dat soort dingen gaan doen, ja, dat is toch niet eerlijk? Dat vind ik echt niet. Wat er in haar zit, dat zit gelukkig niet in mij. Dat is eenmaal het verschil tussen eiser en verweerder op dit moment. Rijdende rechter, mijn eis is dat de boer zijn verantwoording neemt en dat hij mijn rekening betaalt van mijn paardje. Rijdende rechter, ik eis mijn bokshuur. Welkom in de studio hier beiden. Hallo. Anja, hoe gaat het nou met uw lieve paardje Willem? Het gaat goed met Willem. Ja? Gelukkig wel. Hoe was het om dit terug te zien? Emotioneel. Ja. Ik schrik er wel als ik zie hoe emotioneel ik zelf dan weer ben. Dan moet ik oppassen dat ik dat nu niet weer doe. Maar als ik dan van Jan hoor wat hij allemaal zegt over mij, dat ik een soort geen mens ben en dat ik geen opvoeding gehad heb, dan denk ik van ja, ik weet niet dat of dat nou wel ver. De bedoeling is om op die manier dan een geschil uit te proberen. Ja. Want waarom zegt u dat, Jan? Het is niks meer dan een actie met een reactie natuurlijk. En van de andere kant, ja, eigenlijk toch zoveel mogelijk nog op een nette manier uiten. Ja. Niks meer dan dat. Nee. Want u heeft wel het idee dat zij zich toch opmerkelijk opstelt. Zeker weten. Zeker weten, ja. En begrijpt u waarom hij dat zegt? Nee. Totaal niet? Nee. Maar laten we even gaan naar het begin. Want hoe kwam u erachter dat paard Willem verstrikt zat in dat rijrooster? Personeelslid van dat aannemingsbedrijf kwam dat zelf melden, want ik was op het bedrijf met andere dingen bezig op dat moment. Dus. En wat heeft u toen gedaan? Ja, onmiddellijk er naartoe om dat dier trachten te bevrijden. Ja. En het euvel was ook binnen 5 minuten geschiet. Ja, ja. Maar als ik dit zo hoor, heb ik toch het idee dat meneer adequaat heeft gehandeld. Natuurlijk, dat is ook hartstikke fijn. Daar ben ik ook heel blij mee dat dat gelukt is. Dat hij dat samen met het loonbedrijf voor elkaar heeft weten te krijgen. Maar toch zegt u van, hij is er verantwoordelijk voor. Ja. 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 En u vindt het een verzekeringskwestie? Nou ja, dat weet ik niet. Ik vind dat ik hem aansprakelijk moet stellen. Ja. En of hij daarvoor verzekerd is of niet, dat is niet aan mij. Maar u vindt dat u dus niet aansprakelijk voor gesteld kan worden? Feitelijk niet, nee. Want hoe heet het? Er is een derde partij bij betrokken, dus. Dus de aannemer in dit geval? Ja, precies. Ja. U zegt eigenlijk, ze had de aannemer verantwoordelijk moeten stellen. Feitelijk wel. Maar ja, toen bent u op een gegeven moment voor eigen rijdende rechtertje gaan spelen, hoorde ik net. Want u dacht van, nou, dan betaal ik gewoon even geen huur meer. Nou ja, ik bedoel, ik moest wat. Hè? En als je dan aangetekende brieven stuurt en 1 heb ik er gestuurd en hij komt terug na 3 weken dat hij niet is opgehaald en zo, dan weet ik dat ik goed zit. Ja. En als er van begin af aan heel laconiek gedaan wordt over ja, dat meld ik wel en ik wacht op de rekening van de veearts. Maar wat dacht u op te lossen door de huur niet te betalen? Wat te horen. Dus u wilde een reactie? Die huur, ja. Het was een beetje om de boel onder druk te zetten. Juist. En toen, na 3 maanden... ging u stijgeren? Want u dacht, waar blijft dat geld? Ja, zeker weten. En toen had u een eigen plannetje? Nou, eigen plan, hoe heet ik het? Ik doelde eigenlijk op het feit dat u heeft gedreigd om haar paard te koop te zetten. Klopt het dat u heeft gedreigd? Ja. Nee, precies. Ja, het briefje lag in mijn voertuig. Ja. Hoe kwam u erachter? Het briefje lag in mijn voertuig. Ja, en wat stond erop? Anja, waar blijft de bokshuur? Zo niet moet ik Willem verkopen om te verrekenen. Oké. Nou, en als je dan dat hoort, dan ga je er niet van uit dat hij een goed baasje voor hem zorgt.
zoekt. Maar dat hij gewoon zegt, hier staat 400 kilo wie biedt. En dan vind ik mijn paard aan de vleeshaak. Ja, ja. Ja. Dat dilemma. Dat was uw angst, ja. Dat was mijn angst. Nou ja, ja. Ik kan me voorstellen niet dat u daarvan schrikt. Nee, ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat 3000 euro is een groot bedrag. Hè? Dat vindt u beide, toch? Ja. Ja. Ja, wie gaat dat nou betalen? Nou, ik heb al eerder aangeboden aan Jan dat ik zei van al betaal je maar de helft, al betaal je maar een gedeelte. Maar er wel wilde die niets van weten. Nee, nee. Hij had er gewoon niks mee te maken. En ik moest niet zeuren. En ik was een goed voorbeeld voor alle andere mensen die daar hun paard hadden staan. Dan konden ze zien wat er gebeurt met mensen die zeuren. U ging eigenlijk met uw hak in het zand. Ja. Hok in het zand, maar in ieder geval, ja, zodanig dat ik zeg, ja, hier valt geen oplossing aan te breien op deze manier. Dus, en stel, want dan gaan we even terug, stel dat het allemaal wat gemoeilijker was gelopen tussen u beiden. En Anja had het voorgesteld, had u dan misschien daar wel... Ja, dan had er waarschijnlijk wel een oplossing zonder deze materie uit kunnen komen. Ja, maar ja, wie is nou degene die bezig is geweest om te proberen eruit te komen? Dat was jij niet, want jij gaf niet thuis. Jij zei van wegwezen en dat gezeur en enzovoort enzovoort. U zegt maar van, ik ben gewoon... zelf steeds bezig geweest om een opening te zoeken daarin. Ik vind het ook u heeft leuk voor het gevoel genoeg gedaan om het gesprek in ieder geval op gang te brengen. Nou ja, blijkbaar niet, want anders stonden we hier niet. Nee, want het is goed misgegaan nu. Ja. Want één ding weten we zeker, die rijbrug, die heeft de schuld. Ja. Ja. En speciaal voor meester Visser wordt de weg vrijgemaakt, zodat hij goed kan zien hoe zo'n rijbrug... er nou eigenlijk uitziet. Hallo, Anjo. Hallo. Daar. Nou. Hou weer aan. Waar is het paard? Het paard staat daar. Zullen we er even gaan kijken? Ja? Kom mee. Willem. Willem vindt het eng. Ik vind het een beetje eng, dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Ja. Weet u wel voorzichtig dat hij niet gaat slaan? Nee. Hij, ja, nu eigenlijk. Hij zit bij mij gevolgd. Ja. Een beetje rustig, hè? Dit been heeft vastgezeten hier. Ja. Je kan hier nog een kaal stukje zien. Als je, ik weet niet of je dat daar vandaan kan zien. Maar goddank heeft hij er niks aan overgehouden. Het ziet toch helemaal geheeld uit, toch? Mevrouw heeft enkel de box gehuurd. Ja. Dus wie voert hem? Ik. Uzelf, dus u heeft er verder geen omkijken naar? Dus morgens voert de boer. De boer? Ja. Oh, meneer, ja. Ja. Maar u voert hem 's ochtends? Ja, komt voor de mensen niet uit, dan hebben ze de baan in de ene handen, waar ze natuurlijk op tijd moeten zijn. Dus dan wordt dat eventjes stilzwijgend. Okay. Ik heb genoeg gezien. We gaan nu even naar de plek van het ongeluk. Oké. Maar waar is die hier dan plant op gekomen? Nou, dan zeg ik, daar bij de plas vandaan ligt bij dat fietspad ook zo'n brug opengesloten. Komt hij daar in het weiland, dan schiet hij die dam over die daar zit. En dan komt hij zo hierheen en dan legt hij hier weer die brug opengesloten. Oké. Okay. Even kijken. Die loonwerker die heeft hem hier neergelegd? Precies. En toen is hij eventjes hier bij mijn huis vandaan naar het bedrijf. Dat kleine stukje sloot, 10 bakken, heb hij er even aangehaald om de sloot schoon te maken. Toen kwam hij hier weer terug om er overheen te kunnen. Ja. En toen zat Willem met zijn been erin. Ja, oké. Okay. En toen hij dat aan het doen was, waar was u toen? Ik was op een bedrijf aan het werk. Dus u zag het niet, wat er gebeurde? Nee, sterker nog. Er ging een nieuwe band onder mijn tractor. Daar was ik met een monteur van een bedrijf mee bezig. Dus. En u had geen idee dat hij bezig was hier? Nou, ik hoorde wel wat, maar voor de rest... Nee. Nee. Nou ja, je weet wel welk parcours die altijd neemt dan. De ene hij keer... komt van de plas vandaan, zeg jij, en dan zo. Dus ja, jij zegt, ik heb niks gemerkt, maar nou ja, goed. De ene keer dan ligt hij de brug hier en de andere keer 50 meter verder, maar wel steeds over deze sloot heen. Ja, hij heeft natuurlijk nooit meer stilgestaan dat een paard hier overheen zou gaan lopen. Nee, maar precies. Zijn ze er bang voor? Ja, en die stonden aan twee kanten. Ja. En heeft Willem aan deze kant waarschijnlijk geprobeerd om met een been om
aan die kant te kunnen komen. Oké, en toen is hij in paniek geraakt natuurlijk. Ja, de eerste, de beste spaal zat hij erin. Ja. Hoe heet het, niet daar, nee, gewoon hier, de eerste, de beste, daar zat hij erin. Ja, met zijn linker achterbeen. Precies, ja. Ja, heel raar. Je zou verwachten als hij erin komt. Met zijn voorbeen. Ja, precies. Ja. Maar het was een achterbeen, ja. Helaas. Ja, toen heeft hij zich om laten vallen en toen is hij gaan rukken om dat been eruit te krijgen. Ja. En daar heeft hij dus die zware beschadiging van opgelopen. Ja. En heb ik voorzichtig met de loonwerker samen het dier weer een beetje teruggerold. Ja. Met de hand dat been er weer uitgelicht. Ja, en toen jullie zijn ook met die brug aan het slepen geweest met de paard erin, heb ik gehoord van mensen. Nee. En dat heb jij mij zelf verteld. We zijn er met die brug aan het trekken geweest om hem overeind te krijgen. Nee, niet aan die brug, aan dat dier zelf. Dat dier zelf, het schepje om zijn kont. En toen zijn jullie ook met die brug bezig geweest aan die brug te trekken om hem erom overeind te krijgen. Maar goed, ze hebben geprobeerd hem te bevrijden. Tuurlijk. Precies, dat was de doelstelling. Ja, niet om dat dier te plagen, om hem eruit te krijgen. Dat begrijp ik. Ik weet voldoende. En ik stel voor dat we niet te lang hier in de sneeuw blijven. We gaan nu naar de hoorzitting. Ja. En dan gaan we over de zaak praten. Goed. Ja? Ja. Ik zie je straks terug, hè? Ja. Ja? Het is dus vrij uitzonderlijk dat Willem met zijn achterbeen in die rijbrug is komen vast te zitten. De stelling voor jullie is: het is natuurlijk wel allemaal gebeurd op het land van boer Jan. Dus boer Jan is verantwoordelijk. Hij had er gewoon voor moeten zorgen dat het daar veilig is. Absoluut niet, zegt Gerda. Absoluut niet. Ten eerste is dan degene dat bedrijf dat aan het werk is. En ten tweede kan je als boer niet de hele dag kijken waar een paard op een weiland loopt. Als er iemand schuld heeft, dan is het het paard. Maar ja, dat is een dier. Hij doet iets onhandigs. Hij stapt in dat ding. Het is een dier, dus je kan het hem niet verwijten. Maar hij heeft het wel gedaan. De consequenties van wat je dier doet, zijn voor jou. Oké, dus omdat het je eigen paard is, ben jij verantwoordelijk. Ja. In dit geval dus Anja. Nee, Ted. Ik vind dat het zowel de boer als de loonwerker de schuld hebben. Want je hebt daar een weiland waar een paard loopt. En daar hoort niet zo'n booby trap. Ik wou net zeggen, hoe gevaarlijk kan een weiland zijn? Ja, precies. Maar daar ligt opeens een brug. En die hoort daar niet te liggen als daar een paard staat, loopt. Ja. En die mevrouw die zet dat paard daar neer, zonder dat daar zo'n brug is. Veilig in een wei. En dan komt er in één keer zo'n rijbrug. En daar baseert dat paard zich aan. Dus omdat de rijbrug er lag, hadden ze het paard veilig moeten stellen. Het zou mij dus niet verbazen als hier de verkeerde is. Als je je kind toevertrouwt aan iemand om het op te passen en er gebeurt iets en je gaat je kind terug ophalen, dan zou je het ook niet nemen als iemand zegt, ja, de deur stond open en ongevalletje gebeurt. Traphekje stond open, Als ik mijn fiets verkeerd neerzet op de openbare rijweg en iemand struikelt erover, dan is het nooit de schuld van de openbare rijweg. Nee. Dan is het namelijk mijn schuld. Nee. Omdat mijn fiets stond daar namelijk. Maar ik denk dat wij hier ook met een geval te maken hebben van echte domme pech. Ja. Het is heel erg jammer. Oké, maar domme pech, dat is allemaal prima. Maar wie is verantwoordelijk dan voor dat bedrag? Ik denk de eigenaar. Ja, het is domme pech en dan valt het onder het eigen risico. Ja. Nou goed, we horen het al. Wie er dus moet betalen is best een grote vraag. En tijdens de hoorzitting ontdekt meester Visser wat er misgaat tussen Anja en boer Jan. Welkom, we zijn hier in Vlaardingen. Free Golf Vlaardingen zitten we. En aan de orde is de zaak tussen mevrouw Hogewerf tegen meneer Olsthoorn. Ja, dat gaat allemaal over Willem, een paard of een pony? Ik vind het een paard, maar als mensen niet zo aardig tegen hem willen zijn, noemen ze het een pony. Nou, dan hou ik het op een paard. Ja. Het ongeluk is gebeurd eind juli, 28 juli. En op 4 augustus heeft u meneer al aansprakelijk gesteld. Ja, nou eigenlijk dezelfde avond wel. Toen zijn we s'avonds naar meneer Olsthoorn in zijn huis geweest en gezegd dat ze hem daar aansprakelijk voor wilden stellen. Is dat niet een beetje snel? Meestal denk je daar nog eens over na. Misschien is dat een beetje snel, ja. Ja, het is 8 juli gebeurd. En toen daarheen. Nou ja, als je vanaf 's middags 3 uur tot 's avonds 8:30 bij de veearts zit, dan heb je wel tijd genoeg om even daarover na te denken. Nou ja. Kijk, als je een ladder bij een kleuterschool tegen een muur zet, dan moet je ook niet raar op kijken als daar kinderen in gaan klimmen. Ja. En ik vind dat zo'n brug, ja, dat valt een beetje onder dezelfde categorie. Het is iets wat ik niet weet dat dat in dat weiland gaat komen. Nee. En als ik dat had geweten, had ik dat mijn paard daar even weggehaald. Zeker omdat hij dan bij een ander paard aan de andere kant van de sloot zat. Ja, ja. Waar een paard ik hoorde u zeggen, maar we hebben net staan te kijken. En die brug ziet er zo uit. Ik kon me al niet voorstellen, u eigenlijk ook niet, dat een paard daar op gaat lopen. Want je kan een paard niet lopen. Nee, maar ik ben geen paard. Ik denk niet als een paard. Ja, dat weten wij niet, hè? Maar we weten niet wat het paard gedaan heeft. We weten enkel dat hij met zijn linker achterbeen daarin is gekomen en is omgevallen. Want als hij de brug zou zijn opgelopen, als we dan toch even gaan hypothesen, dan zou je met zijn voorbenen erin
Maar hij met zijn linker achterbeen... Dus, wat er gebeurd is, ja. Dus nee, we dat weten we niet. Maar jij weet dondersgoed dat die vent op jouw land komt. Dat weet jij, want het gebeurt al zo lang als jij daar woont. Weet je dat het ongeveer zo gebeurt. En jij hebt er gewoon scheid en jij denkt van... Oh ja, nou ja, ik ben toch onaanraakbaar, want ik ben toch niet aansprakelijk. Want ze staan er toch op eigen risico. Ze zoeken het maar uit met de paardjes. Dat denk jij. Jij hebt ook wel vaker een paard in de sloot laten liggen. Jij hebt die toen nog hengst was, heb je aan de overkant laten lopen bij die Mary. Dat zwarte paard met koliek lag in de stal. Hij belt gewoon nooit. Het heeft het kan hem niet schelen. Wat hij nu in elk geval heeft gedaan, was samen met die loonwerker een paard bevrijden. Daar ben ik heel blij om. Meneer heeft een boerderij, no way dat hij zo'n paard in nood achterlaat, toch? Precies, dat zou onzinnig zijn. Dat zou niet fijn zijn. Nee, onzinnig letterlijk gesproken. Niet. Van wie het ook is, dat doet geen enkele boer. Die laat natuurlijk niet een stuk vee of een paard van een ander wat in nood is, laat hij niet zitten. Nee. En want u ging net een heel verhaal houden, hoe slecht hij allemaal is voor paarden van anderen. Ja, goed, dat is misschien het vuur van het gevecht. Ja, maar goed, ik zie meneer in één krimpen. Ik vind dat niet aardig dat u dat zegt. Maar dat is wat mij steekt. Ik vind dat hij niet heeft gezorgd voor een veilige omgeving. Ja. En u bent nogal boos op hem geworden? Of niet? Ik ben eind november ben ik heel boos op hem geworden. Omdat ik al maanden aan het lijntje gehouden werd. Ja. En dat hij me een aantal keren heeft gezegd van dat hij het had gemeld aan de verzekering. Ja. En als hij dat dan niet meer doet... Is mevrouw heel boos op u geworden? Heel zeker weten. Maar ach... Van de andere kant, de aannemer heeft Anja tot 2 maal toe aangeboden tot bemiddeling van deze schade. Nou breekt mijn klomp, zeg. Dat heeft hij mij tot 2 maal toe gemeld. Weet je wat hij heeft gezegd? Hij zei, ik snapte Jan Olsthoorn niet dat hij het zo uit de klauw heeft laten lopen. We hadden al lang om de tafel moeten zitten, zei hij. Maar Jan die was zo slim, die wist het allemaal wel. Ja, we hebben de loonwerker gevraagd om te komen vandaag, maar die had geen... Geen tijd. Zo kan je het ook zien. Maar goed, ik was even aan het vragen. Zegt mevrouw is erg boos op u. En toen zei u van... Wat is er dan... Want u lacht wel. Maar bent u ook niet een beetje beledigd? Hoe heet het? Daar moet ik maar wat dat betreft overheen stappen. Dan krijg ik... hoe moet je dat nou voorzichtig eens verwoorden? Een beetje eelt op je ziel tonen. Jammer. Ja, dat is vervelend, maar... Jan, jij wilde ook al niet op mij reageren en op mijn brieven. Je hebt helemaal nergens op gereageerd door dat eelt op je ziel. En dat vind ik heel erg dat je eelt op je ziel hebt. Dat heb ik je met dat gesprek toen ook gezegd. Dat ik dat best wel erg vind dat jij eelt op je ziel hebt. Ach ja. Maar zou het niet kunnen zijn, want u bent nogal... Boos? Ja, maar ook duidelijk. Maar dat u misschien meneer een beetje intimideert. Nee. Want u bent nogal... Boos? Ja. Maar... De meeste vissen zit wel op het rechte pad. U voelt zich een beetje geïntimideerd door mevrouw? Ach ja. Nou ja, goed. Ik bedoel, ik zit hier toch niet... Nee. Ik sta hier toch niet terecht omdat mijn aard een beetje zo is? Ja, absoluut niet. Nee hoor. Gelukkig. Maar het is voor mij moeilijk als ik niet precies hoor wat er gebeurd is. Ik wil graag precies alles weten. Wat heeft mevrouw allemaal tegen u gezegd waardoor u... Een aantal dingen kan ik wel vertellen. Hoe heet het? Ben je wel verzekerd? Heb je de premie wel betaald? Je bent onbetrouwbaar. Heb je wel hersens? Dacht het wel. Geen scheldwoorden? Nee, alleen dit. Dan valt het allemaal nog mee. Dan valt het allemaal wel mee. Jan, heb je ook opgeschreven dat ik jou altijd help als ik ben en er moet een handje geholpen worden dat ik dat doe? Dat ik met oud en nieuw je altijd warme oliebollen en appelflappen breng, zelf gebakken. Dat ik bezems voor je meeneem uit het noorden. Dat ik een grote elektrische grasmaaier aan je heb gegeven, Jan. Had je dat ook allemaal opgeschreven, Jan? Dacht het niet, hè? Dat ik altijd zuinig ben met stro, omdat het stro zo duur is. Met andere woorden. Heb je dat ook opgeschreven, Jan? Dit vind ik nou bezuidende zaak die op dit moment speelt. Maar is mevrouw niet altijd goed voor u geweest? Dat bedoelt ze eigenlijk. Tot op zekere hoogte. Op dit moment is dat even heel anders. Ja, een rekening van... 3000 euro. Dat bedoel ik. 2900 en zoveel. We hebben het hier niet over rijdende rechtenprijsjes. We hebben het hier over 2936 euro en 11 cent. Ja. Een serieus bedrag. Ik denk het beste is dat we zo snel mogelijk hier een einduitspraak hebben. Want voor ook u is het niet prettig om over het erf te komen terwijl die zaak loopt. Nee, ik heb de nachten niet van geslapen. Op een gegeven moment moet er een keer een
oplossing komen voor het euvel. En ja, de verzekeraar geeft geen oplossing. Nee. De aannemer laat het ook verstek gaan. Dus ja, nu bent u de volgende die, ja, hoe heet het, in dartboord gaat bepalen wie de gelijke is en wie de minder is. Ik kan u zeggen dat ik op hele korte termijn zal ik uitspraak doen in de studio in Zaandam. En ik zie u daar dan graag om de uitslag te vernemen. Ja, zoals Anja zelf al zegt tijdens de hoorzitting, hè, als je een glazenwasser, als die onbewaakt een ladder tegen de muur van een basisschool zet, ja, en daar gaan dan kinderen op klimmen, dan is die glazenwasser verantwoordelijk. Dus in dit geval, ze had de loonwerker verantwoordelijk moeten stellen. Ja, dat vind ik ook. Want dat weiland, daar wordt een obstakel ingelegd. Ja, en de verantwoordelijkheid daarvoor is bij die loonwerker. Er wordt op zijn weiland gewerkt. Ja, dus hij moet zorgen dat dat paard, of welk dier er dan ook staat, veilig is. Je bent een loonwerker en je doet de hele dag ben je dat aan het doen met van die bruggen. En dan weet je, daar moet geen paarden en koeien in lopen. Dus dat is even dat je dan moet denken van, hé, wacht, dit is niet slim. Het is de boer zijn grond en dan verwacht je toch wel van die loonwerker dat hij een seintje geeft van, ik kom even langs en dan kan die boer ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Oké, dus ze hadden meer moeten overleggen, ze hadden elkaar moeten waarschuwen. Kijk, als je loonwerker bent die hoe dat werkt, dan kun je erop rekenen dat daar risico's aan verbonden zijn. Dus ik denk dat hier de hele verkeerde partij zit, die loonwerkersverzekering. Die had moeten worden aangesproken. Oké. Wie zegt Anja is verantwoordelijk, want het is haar paard? Ja. 3, 4, 5. Wie zegt het is de verantwoordelijkheid van boer Jan? Ja, nee jongens, boer Jan. Nee, jongens, kom op. En dan de derde, de loonwerker is verantwoordelijk. Ja, mag dat ook? Je mag twee vingers. 1, 2, 3, 4, 5. Ik ben wel erg blij dat het goed gaat met Willem. Ik wil nog even zeggen. Heel belangrijk, toch? Zo is dat. Heeft u nou ook een zaak waar u niet meer van loskomt? Meester Visser kan de oplossing zijn. Meld uw zaak dan aan via dit telefoonnummer of ga naar onze website eerstehulpbijrecht.nl. Ja, en welke oplossing heeft Meester Visser vandaag? Ik ben heel erg benieuwd naar de uitspraak. Jullie ook waarschijnlijk. Hier is Meester Visser. Uitspraak in de zaak van Hogewerf tegen Olsthoorn. Ja, mevrouw Hogewerf moest haar paard zelf verzorgen en van en naar de weide brengen. Van een pensioenovereenkomst is dus geen sprake. De tussen partijen gesloten overeenkomst betreft slechts de huur van een paardenbox met onder meer recht van bewijding. En dat betekent juridisch dat Olsthoorn niet verplicht was om toezicht te houden op Willem als die bij hem in de wei stond. Maar hij was wel verplicht om ervoor te zorgen dat het weiland geschikt was om paarden te bewijden. En normaal gesproken zou ik denken dat de aanwezigheid van een rijbrug waarin een paard bekneld kan raken als een gebrek valt aan te merken. In dit geval kan dat Olsthoorn echter niet worden aangevreven, want het was een loonwerker die niet in zijn opdracht werkte, maar van het Hoogheemraadschap, en met wie hij dus niets te maken had en waarvan hij niet eens wist dat hij op zijn land aan het werk was, die deze rijbrug daar een minuut of 5 onbeheerd heeft achtergelaten. Ik zou in elk geval niet weten wat Olsthoorn had kunnen doen om dit ongeluk te voorkomen. Dat hij daarvoor als verhuurder toch aansprakelijk zou mogen worden gehouden, is niet terecht. En dat betekent dat Olsthoorn de kosten van de dierenarts niet hoeft te vergoeden. Ik ben blij te hebben gehoord dat Hogewerf inmiddels wel de achterstallige stallingskosten heeft betaald. Hè, want dat moest zij toch nog doen, zodat dat punt nu geregeld is. En ja, daarmee komt deze zaak dus eigenlijk tot een einde. Kort samengevat, de boer hoeft niet te betalen voor de schade. Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Dank u wel. U kunt nog wel lachen. Ja, natuurlijk. Maar het is wel een tegenvaller, lijkt me. Nou ja, het is vervelend. 3000 schulden is een hoop geld. En we weten nu nog steeds niet wie er aansprakelijk is. Nee. Ja. En voelt het voor u als een overwinning? Nee, niet direct. Het is meer, er is een oplossing voor dit probleem gecreëerd die op juridische pijlers rust.
Met dat, Willem gaat het goed. Ja. Dat ja. is, lijkt mij ja. heel erg belangrijk in deze zaak ook. Ja, zeker. Maar dit is duidelijk in ieder geval. Ja. En dit was ook het einde van de Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Ja, het is vervelend dat het zo uiteindelijk... Klaar? Ik denk het wel. Goed. Nou, kom van hier op goed vanaf, hè Jan? Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Slemmo. Houdoe. Ding, ding.